Goedendag. We starten vandaag natuurlijk met een mooi wintersplaatje. Collega Wouter van Bernebeek was in Hoenderloo en daar werden de wegen vannacht zelfs een beetje wit. Lokaal viel er toch een aantal centimeters sneeuw en dat zorgde voor een wintersaanzicht. Morgen krijgen we mogelijk grotere delen van Nederland met een wintersaanzicht te maken, wanneer we te maken gaan krijgen met rijp. Op grote schaal gaat namelijk mist ontstaan en in combinatie met vorst zou dat zomaar eens voor dit mooie winterse tafereel kunnen gaan zorgen donderdagochtend. Afgelopen avond en vannacht hadden we dus te maken met die winterse buien die over Nederland trokken. Met name landinwaarts zorgde dat dus lokaal voor een sneeuwdekje. Elders hadden we voornamelijk met natte sneeuw of gewoon doodnormale regen te maken. Woensdagochtend trokken ook nog enkele buien over die echt wel een winters karakter hadden. We kregen foto's binnen vanuit Amsterdam. Daar viel dan ook natte sneeuw. En het zou zomaar kunnen dat later op de woensdag, woensdagmiddag en avond, nog enkele winterse buien over het noordoosten trekken en daar mogelijk lokaal voor een dun sneeuwdekje gaan zorgen. De temperaturen die zijn er vrij laag vandaag. Met z'n maximaal zo'n graad of 2 in het noordoosten. Tot 5 graden aan de kust. En vanavond loopt de temperatuur goud terug tot onder het vriespunt. Krijgen we op grote schaal met vorst te maken. Vannacht in het noorden mogelijk de eerste lokale matige vorst van dit seizoen. Elders hebben we voornamelijk met lichte vorst te maken. Nou, ook morgen overdag loopt de temperatuur dan maar lastig op. Dit is donderdag 1 uur. Dan zien we toch nog wel die minnetjes. En het zou zomaar kunnen dat we de eerste lokale ijsdag van dit seizoen gaan noteren. Dat is mogelijk doordat er op grote schaal dus ook mist gaat ontstaan. Woensdagavond gebeurt dat al. Dat spreidt zich uiteindelijk uit over heel Nederland. Daardoor kunnen we ook dus te maken gaan krijgen met die rijp. Maar de temperatuur kan dan donderdagochtend ook maar moeilijk oplopen onder zo'n mistlaag. Op de plekken waar de mistbanken wel oplossen, daar loopt de temperatuur nog wel op tot enkele graden boven nul op donderdag. Eerst dus de nacht. Op grote schaal krijgen we dus met vorst te maken, minimaal zo'n min 5 aan min 6, matige vorst in het noorden van het land, elders voornamelijk lichte vorst en die mistbanken die zich dus gaan uitspreiden over heel het land. Donderdagochtend hebben we dus nog op grote schaal met mist te maken, op verschillende plekken lost die ook op en dan krijgen we met zonnige perioden te maken en maxima van 2 of 3 graden, met name in het oosten en noordoosten, daar zijn de mistbanken hardnekkiger en loopt de temperatuur maar op tot net boven het vriespunt of op sommige plaatsen net eronder. Met name de kustregio's en het noorden van het land blijven dan ook nog gevoelig voor een enkele winterse bui. Ook vrijdag wordt het nog erg koud met overdag gemiddeld zo'n 0 graden. Het blijft daar wel, wel droog met ook nog zonnige perioden. Dat is ook zaterdag het geval. Vanaf zondag dan neemt de kans op winterse neerslag weer toe. Maar het blijft wel erg koud en voorlopig is het dus echt wel winters in Nederland. Tot de volgende keer.